Yo kijkers, het is super dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog op dit kanaal. Mijn naam is Rune. Ik ben hier in Antwerpen, Assize, Lockwood en Avenue natuurlijk. Maar vandaag moet ik naar Adidas Originals. Want ik heb namelijk een hele vette schoen gewonnen op de app met de trekkingen. Namelijk de Yeezy 500 Stone. Dus deze gaan we nu afhalen. Ik heb hem afgehaald. De schoen. Daar ligt Adidas Originals. Het is een Yeezy 500 Stone. Ik ga nu op naar huis. En dan ga ik hem natuurlijk samen met jullie unboxen en reviewen. Ik ben net terug van de Adidas Originals in Antwerpen. En ik heb hem hier. De Yeezy 500 Stone. Het is een helemaal nieuw model. Dus we gaan eens kijken hoe hij eruit ziet. Dit is hem dan, de Yeezy 500 Stone. Ik vind hem echt heel mooi en... Voor de tong, die is zo van een beetje een moesig materiaal. En al deze zijkantjes ook, die bobbels. En dat heet dus neopreen. En dat hebben ze dus gebruikt om de schoen extra comfortabel te maken. Wat is eigenlijk het verschil met de prijs? Want deze is 200 en de andere Yeezy's zijn duurder. Hier zit namelijk geen boost in. Maar het is wel een van de makkelijkste schoenen ever van Yeezy, zeggen ze. Dus daarom wou ik hem ook wel graag testen. Het is ook nieuw met die neopreen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En ook, hier heb je zo een klein inhammetje. Dat is omdat vroeger, je moet even bedenken, dat je nestels dicht waren. En hing je tong zo. En dat wil je natuurlijk niet. Dus daarom hebben ze dat gemaakt dat dat exact rond je voet past. Ook de nestels zijn veranderd. Deze liepen vroeger door de tong heen. Maar dat gaf dan ook weer een erg aangespannen gevoel. Ze hebben deze veters wat dikker gemaakt. Omdat je deze schoen eigenlijk met zo wat kortere veters moet dragen. Ongeveer tot hier. Je kan ze gewoon laten loshangen bij wijze van spreken. Je kan ook gewoon jouw schoen op de grond zetten. En dan je voet er zo gemakkelijk insliden. Ik denk echt wel dat deze schoen... erg gemakkelijk zit. Het is ook een non-marking zool. Wat betekent, stel je voor, je gaat ergens een zaal in. Het laat geen strepen achter, dus dit is ook handig. En we gaan nu even kijken hoe deze schoen eruit ziet aan mijn voet. Yeah.
blauw duimpje omhoog. Klik zeker ook even op die abonneerknop. Die staat hieronder zo. Want we zitten bijna op 1130 abonnees. Als ik deze video opneem, het zou super vet zijn als we die kunnen halen. En vergeet niet de giveaway voor de homework set van Off-White van de Marqueraad collectie van Virgil Abloh samen met IKEA. De werkset dus is nog altijd beschikbaar bij 1300 abonnees. Geef ik deze weg? Wat moet je hiervoor doen? Volg me op mijn Instagram. Zet even een comment onder de post van de video waarin ik zeg dat de giveaway bekendgemaakt gaat worden. En tag daarin 3 vrienden in dat bericht. Like die foto ook even. En stuur een screenshot op mijn Instagram dat je bent geabonneerd. Dan kom je mee op de lijst. Dus wil je deze winnen, doe dan zeker al die stappen even. Je moet ook zeker eventjes geabonneerd zijn. Want ik kijk het na. Dus ja. Maar vergeet me ook zeker niet te volgen op mijn social media. Die staat hieronder zo. Op mijn Instagram en op al mijn andere social media komen allemaal leuke foto's. En soms ook informatie over een extra video. Dat is ook altijd handig om te weten. En als ik zoals altijd kijken is liken en like is subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.